welkom. Hey, leuk dat jullie er zijn. We zijn vandaag in Roeveen, maar dan 3.0 en we moeten een heel nieuw karakter aanmaken. Jongens, ik heb zoveel streams gedaan met mijn vertrouwde man met baard en hoge hoed. Ik wil hem niet kwijtraken. Ik kan hem niet kwijtraken. Dus wat wij vandaag gaan doen is iets heel, heel belangrijks. We gaan het karakter opnieuw maken. Maar leuk dat jullie er allemaal zijn. We zijn gewoon op Roeveen. Alleen we gaan het helemaal opnieuw doen. Dus let's go. Makkes van Plakkes. Makkes van Plakkes. Makkes van Plakkes. Creëer mijn karakter. Daar zijn we. En we zijn een kale knakker. Dat gaan we niet blijven. Gaan we een vet face creëren? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Oké, je kan de normal characters als deze nemen. Maar wat nou echt, echt een knappe kop lijkt, is deze. Het lijkt me toch amazing om echt de big ass face te creëren. En dat gaan we ook doen. Ik vind dit al een redelijk mooi kapsel. Ik bedoel, het staat me. Oh mijn god, mijn baard is te... Mijn gezicht is te dik voor mijn baard. Misschien dat ik toch een ander gezicht neem. Ik moet even een leuk gezicht kiezen die bij de baard past. Hier, we nemen deze wel. Deze die lijkt nog tenminste een beetje een redelijk normal, maar wel een plat gezicht. Ik vind hem fijn. Ik vind hem fijn. Ja, dit haar had ik ook de vorige. We gaan hem gewoon een beetje toch op de vorige laten lijken die we hadden. We gaan hem gewoon laten lijken op mijn vorige character die ik had. Bam! Hij is klaar. Hij is wel gewoon weer zoals hij een beetje was. Alleen lelijker. Maar ze geven jullie genoeg tijd hiervoor. Dat vind ik wel stom. Oké, er zijn taxis online. Laten we gewoon even taxi bellen. Je hebt geen telefoon. Oh mijn god, moet je die kopen? Waar kan je die kopen? Ik heb gewoon geen telefoon. Ik heb niks. Oh ja, ik heb geld voor de fiets. Oké, top, top. Ik heb geld voor de fiets. Jongens, we gaan fietsen. En het, altijd de plek waar je heen moet gaan. Waar de serieuze roleplay is. En waar het altijd goed afloopt. Is altijd Blokkenpark. We hebben iemand gevonden en hij... Hij is voor some reason met een mondkapje aan het dansen op de ANWB-bus. Weet jij waar ik een telefoon kan kopen? Oh, jazeker. Waar? Bij Lauwman in de buurt. Good seeing you. Kijk op de kaart. Kijk op de kaart. Zie je een soort denktekentje bij Lauwman in de buurt? Ja, die had ik gezien. Klopt, klopt. Ja, daar kan je telefoons kopen en dat kan alleen als het licht is, want... Het is een elektronica winkel, ik wist niet of je het meegekregen, maar is je alleen overdag open. Oké, nou dan ga ik daar een telefoontje halen binnenkort. Dankjewel. Oké, dus we kunnen hier, dat is de telefoonwinkel. Oké, wat is dit dan? Het ziekenhuis, die zit voortaan daar. Ah, en hij gaat lekker door met zijn dansje. Hij vindt het wel heel leuk. Ah, kijk, hier is hij. En waarschijnlijk is het... Waarom is hij alleen overdag open? Wat is dit voor crap? Hier, ik ben gewoon binnen hoor. Hij is ook nu open. Helaas, de elektronica winkel is nog niet... Helaas is deze elektronica winkel nog niet... Helaas is deze elektronica winkel nog niet... Helaas is deze elektronica winkel... Oké, de bouwmarkt heb je nu tegenwoordig. Ik ga er even kijken of ik daar wat leuks kan ophalen. Ik kan toch nog geen mobieltje kopen. En misschien dat wij dan al iets spannends kunnen doen gelijk. Om even in connectie te komen met anderen. Oké, hier is de bouwmarkt. Dit is de bouwmarkt. We gaan kijken of we hier gekke shit kunnen kopen. Want in de bouwmarkt, ik weet niet wat je er allemaal kan kopen. Maar misschien kan ik een hamer kopen of zo. Ja, hier, gereedschap. Breekijzer. Hell yeah. Ik heb een breekijzer gekocht. Ik heb gewoon... Heb ik al zoveel geld dan? Ik weet niet of inbreken nog steeds een ding is op Roeveen, maar ik weet wel toevallig dat hier een inbraakwijk zat. If I am correct. Vraag me af of dat er nog in zit. Het random inbreken gewoon in Roeveen. Nee, ik kan gewoon niet meer inbreken. Oh, dat vind ik wel heel jammer dat dat weg is gehaald. Oh ja! Kijk. Oh, koop huis. Huis kopen? Nee, ik wil inbreken. Kan ik deze auto steken? Oké. We hebben een auto. We hebben een auto, jongens. Hoe krijgen we hem aan? F1, dat werkt allemaal niet. Waar gaat hij heen? Hallo, ik zag jou wel. Meneer, verlaat me niet. Meneer, alsjeblieft, verlaat me niet. Meneer, nee. Meneer, hoort u mij. Yo, Niffo. Yo, hola, Niffo. Hey, hoe start ik een auto? F1 spier. Dat werkte niet bij mij. Die paarse, die is voor mij hoor. Hij is gewoon voor mij. Ja, ik geloof je. Maar ik krijg hem niet aan de praat. Jou lukt het wel? Nou ja, alsjeblieft man. Ja, dankjewel. Ik krijg mijn eigen auto niet aan de praat. Nee, dankjewel. Ja, maar wat wilde jij hier doen trouwens? Even gewoon de vraag. Ik kom hier wat langs brengen voor wat mensen. Ja, oké. Nee, ik wou eigenlijk, ik zeg gewoon eerlijk inbreken, maar dat kan niet meer hier. Nee, dat klopt. Ik hoorde wel dat er ergens een... Oh jee. Oh god, daar gaan we. 2 seconden, ik vraag het zo wel verder, oké? Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hey. Hey, ik krijg een melding dat ze hier aan het inbreken zijn. Of willen inbreken. Heb je iets gezien? Ik heb geen idee, nee. Geen idee. Je hebt wel een flinke baan laten groeien. Ja, ik heb echt mijn best gedaan, joh. Jongen. Wat is uw naam ook alweer? Sorry? Wat is uw naam? Makkes. Is deze auto van u? Deze?
Ja? Nee, maar ik wilde hem even, hij is van een vriend van me en ik wilde hem aan de praat krijgen, want hij kreeg hem niet aan de praat. Maar deze man heeft me eigenlijk geholpen ermee. Ah, kijk. Want ik had ook wat problemen met mijn spieren. Ja. Mijn F1 en 2 spieren, die werken niet. Ik hoorde dat er tegenwoordig iemand in de stad is die opdrachten heeft ofzo, voor mensen. Dat klopt, ja. Weet jij waar het is? Ik kan je hem naartoe brengen, ja. Ja? Oh, dat zou ik heel fijn vinden. Dan rij ik wel gewoon achter je aan, oké? Okay? Ja, is goed. Oké, jongens, we gaan achter die gasten rijden. Maak gordel vast. Dan gaan we. We gaan hem volgen. Het is een beetje sketchy dude, maar we gaan ook een sketchy baan gaan we even zoeken. Om dit te kunnen doen. Dus we gaan deze guy volgen in de dark. En we gaan zien waar we uitkomen. Het is trouwens helemaal niet mijn auto, voor als jullie dat daadwerkelijk dachten. Het is zeker niet mijn auto. Het is, ik heb geen idee wie auto dit is. Maar ik vind hem wel heel mooi eigenlijk. Hij is oprecht wel heel mooi. Ook de kleur, dat paarse, vind ik wel cool. Oké, ik ben zo benieuwd waar we heen gaan. Ik ben zo benieuwd waar we heen gaan. Ik weet dat het een geikie is. Dat heb ik gehoord van betrouwde bronnen. Dat er iemand is die soort van jobs heeft. Die gewoon banen heeft, weet je. En verstil een auto. Dat... Oh! Oeh, dat scheelde weinig. Nou, ik neem aan dat we er inmiddels wel bijna zijn. We zijn echt legit al helemaal aan de andere kant van de stad. De mist is ook al opgehouden. Oké, we rijden legit in de bergen gewoon nu. Het is gewoon echt in de bergen. Of deze guy die leidt me naar een fake iets, maar dat geloof ik niet. Waarom zou hij zoveel moeite doen om mij ergens heen te leiden waar dan niks is, weet je? Je moet wel iets zijn. Oh, we zijn hier. Wauw, oké. Oh, er staat hier ook een zieke auto. Oké, we zijn er jongens, we zijn er. We gaan even vragen aan hem of dit locatie is. Yes, zijn we er? Ja, we zijn er. Oké, ik loop achter je aan. Oké, het is dus hier bij dit gekke observatorium. Volgens mij is het een sterren... Je bent een keer in het echt geweest namelijk. En ik ben gewoon vergeten wat het is. Wat erg eigenlijk. Volgens mij is het iets met de sky en die sterren en weet ik veel wat. Zieke locatie hier ook gewoon. Als hier zo'n kijkje staat, dan zou het wel heel ziek zijn. Yep. Nou ja, hij geeft je dus opdrachten in ruil voor geld. Oké, top. Nou, dan ga ik even kijken of ik iets met elkaar regel. Oké, mijn jongens, we zijn er. We zijn er. We zijn aangekomen bij de geikies begeikie die ons een job gaat geven. Druk op E om te zien wat ik heb. Sure. Wil je een opdracht starten? Ja, we gaan een opdracht starten. Ga naar de San Andreas Eve en stil daar een auto. De auto. Oké, de auto. En op de map is al gelijk aangegeven dat het hier is. We moeten een auto stelen. We gaan erheen. Ik ben benieuwd. Nou, dit is gewoon vanaf nu mijn auto. Ik accepteer het gewoon. Ik heb hem niet gekocht, maar wie weet kan ik hem nog kopen een keertje. Maar ik ga hem gebruiken. Ik ga hem nu gebruiken. Mijn benzine is overigens bijna op. Dus we moeten ook even tanken. Anders kan ik alsnog niet zoveel doen. Jongens, mijn auto. De benzine. Hij is op. Oh man. Ik kom niet verder gewoon. Oh man. Goodbye. Nou, volgens de Mappy Spaghetti zouden we er moeten zijn. Ik zou even kijken. Ja, maar het is hierin. Is die auto hier in de garage perhaps? Dat kan hem nog wel zijn, deze auto. Waarom zou hij specifiek deze auto willen? Maar we gaan gewoon zien. Misschien is het hem wel. We gaan kijken. Is het hem? Is het hem? Nee, hè? Laat maar, ik zie hem al. Ik zie hem al. Dit moet hem wel zijn. Dit moet hem wel zijn. Waarom staat hij anders zo? Ja, stil de auto. Top. Dit is hem. Voertuiginteractie, motor. Daar gaan we. Hij doet het, jongens. We kunnen... We moeten hem nu afleveren naar de locatie. Oké, we hebben een auto gestolen. Oké, we zijn er. Er staat hier ANWB langs de weg. Daar moet ik voor oppassen. Maar niks aan de hand, joh. We zijn er bijna. Nog 500 meter. Is game. Hey, het is volgens mij op de plek waar Henkie, Roy en Sean Peter de camper opgehaald hebben. Waar die gestald was. Ah, oh, dat vind ik wel grappig. Nou, daar is het, hoor. Hey, er staat al een oranje. Ik zag hem. Er stond al een oranje. We gaan die rode erbij zetten. En dan gaan we kijken... Oh, er staan nog meerdere auto's. Nou, afgeleverd. Zet je auto netjes neer en stap uit. Zo. Dit is toch netjes? Oh, ik heb 1350 zwart geld gekregen. Oh jee, en deze auto, die kunnen wij pakken. Die is van mij. Oké, we hebben een mooie auto. Nu moeten we het geld even witwassen. Maar waar, oh waar, kan ik geld witwassen? Oh shit, jongens, ik moet de telefoon kopen. Ik zocht iemand om wie ik het na kon vragen, maar ik moet de telefoon kopen voordat het weer avond is en dan zijn we weer pakt. Oké, we zijn er weer. We zijn weer aanwezig hier. We gaan deze keer wel een telefoontje kopen. Nu is hij gewoon open. Wat voor telefoon kan je kopen? Telefoon 1. Wat is dit set? Ik mis 25 euro. 25 stinkende euro's mis ik. Wat vies. Oké, jongens, ik heb nog één ding wat ik kan fixen. Om een beetje geld te verdienen. Ik heb auto's gestolen. Ik probeerde in te breken. Ik heb alles geprobeerd. Behalve de laatste hoop. Iets wat ik nooit wil doen. Iets wat ik zo vreselijk vind om altijd te doen in Roeve. Maar het is er nog steeds. Ik ga het gewoon doen. We zijn er nu aangekomen. Het is het vieze PostNL. Jongens, ik ben zo diep gezonken. We moeten een van de
De kale knakkers worden die altijd bij PostNL werken. Daar gaan we. Daar gaan we. We hebben de outfit aan. De PostNL outfit. Oh, ik kan niet geloven dat ik het doe. Zo, nou oké, okay, daar gaan we hoor. Daar gaan we. We hebben een PostNL busje of vrachtwagen. En nu moeten we voor de joh pakketjes gaan bezorgen. Zodat ik genoeg geld heb om een telefoontje te kopen. Zodat ik meer dingen kan doen. Nou, we zijn bij de eerste plek aangekomen. Het is raar genoeg heel dicht bij Henkie's huis. Maar we gaan gewoon even het pakketje afleveren hier. Daar gaan we. Hoppakee. Hoppakee, dan moeten we naar het afleverpunt in de Roerveen Centrum. Oké, okay, sure, dan gaan we daarin. Dan doen we het pakketje erin. Boom. Nou, volgende afleverpunt. Wat leuk is PostNL, hé. Echt, oh, mijn favoriet. Echt zo leuk dit altijd. Yay. Boom. Ga naar het afleverpunt. Ja, daar ben ik toch. Daar ben ik toch. Weer een nieuw punt. Wanneer kan ik gewoon naar huis? Ga terug naar het sorteercentrum. Jongens, we hebben het gedaan. We krijgen ons geld. We kunnen een mobieltje kopen. Bijna, het moet de eerste dag zijn. Hé, hey, joh! Je rijdt gewoon de rook, man. Wat is dit? Gek, wat doe je? Jongen, je moet niet zo wild oversteken, joh. Ja, maar kijk, je hebt rook, man. Ja, maar dat... Jongen. Rustig, joh. Rustig. Ah, joh. Je moet niet zo gek oversteken. Maar, sorry. Sorry dat ik je aanrijd. Oh, ja. Ja, geen probleem. Kan gebeuren, toch? Kan gebeuren, ja, joh. Kleinigheidje heb je gauw. Kleinigheidjes daarom, joh. Maar ik sta nu wel onhandig stil hier, dus ik ga... Zo, hoor je die explosie ook? Ik kan niet meer viezigheid doen op één dag dan dit. Dan gaan we. PostNL afleveren, come on. En geld. Give me the money. Give me the money. Ha! Oh, ik heb mijn loon gekregen. En wel reparatiekosten. Ja, maar jezus, hé. We gaan terug in onze normale outfit, want dit kan ik niet langer aan zien. Oeh, zo. Maar hoeveel geld hebben we nu? 994, jongens. We hebben het geld. We hebben genoeg normaal geld om een mobieltje te kopen. Het is feest! Oké, okay, jongens. We hebben voor een geheel, op een geheel legitte manier een motor te pakken gekregen. En die is echt van ons. Die is totaal niet gestolen. Absoluut niet. Hij is van mij en mij alleen. Oké, okay, jongens, dan zijn we in de mist. Maar volgens mij is het al bijna weer dag. Het is bijna weer dag. Hey, meneer. Hey, goeiedag. Daar ben je weer. Ja, daar ben ik weer. Wacht, heb ik jou nou al 3 keer gezien vandaag? Oh, dat zou ik. Had jij mij naar die man toe geleden die taakjes heeft voor mensen? Nee, dat ben ik. Oh, dan heb je dezelfde motor. Maar ik heb jou net aangereden. Ja, bijna. Bijna gemaakt. Oh, wat leuk om jou te zien. Jij komt ook zeker voor een mobieltje. Ja, zeker. Ah, ik heb hem ook nog niet. Nee, maar je hebt wel een motor of is die niet van jou? Laten we houden dat ik hem heb geleend. Ja, ik heb mijne die daar staat, die heb ik ook geleend. Oh, ja. Die heb ik ook geleend. Maar ik ben aan het wachten tot die open is. Ja, ik ook. Ik wacht op de nieuwe... I don't know, ik wacht op mijn telefoon gewoon. Ik wacht op de nieuwe Hyundai Xingdangwang Sakala. Xingdangwang Sakala. Ja. Zo, dat is ook mijn favoriet, zou ik zeggen. De Xingdangwang Sakala. Ja. Ja, echt topmobieltje, die specs vooral en zo. Hoe heet je trouwens? Ik heet Dani. Dani. Nou, Dani, weet je, ik heb een idee. Omdat we hier zo samen op dit prachtige moment zijn, zullen we elkaar dan, zodra we die telefoon hebben, toevoegen in elkaars mobiel. Om gewoon het moment te herinneren dat wij hier met z'n tweeën aan het wachten waren. Op met onze geleende motors. Ja, let's go. We waren aan het eten, jongens. Goeiedag. Ah, hij is open. Ja, hij is open. Ja. Oh, 675 euro. Nou, die wil ik wel. Ja, die neem ik ook. Die Hyundai, hè. Hoe heet die ook alweer? Hyundai Shakalakalakasaka. Oké, okay, ja, verandert telkens van naam of zo. Zo, ja, nou, hij ziet er wel mooi uit, hoor. Ja, dat klopt. Dat vind ik ook. Dani heet je? Ja, Dani Hoogveld. Je heet een mobiel Dani Shakalaka. Ik heet Makkes. Wat een aardige gast, die Dani Shakalaka. Hij gaat er ook op zijn geleende motor vandoor. En dan vinden we het allebei wel mooi geweest. Oké, okay, maar jongens en meisjes en dames en heren en appels en peren en broodjes en veren. Dankjewel voor het kijken naar deze video. We gaan het stoppen. We hebben een mobiel bemachtigd. We hebben die baard laten groeien. We zijn weer helemaal ready voor Roerveen 3.0. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval wel. In ieder geval door met een duimpje omhoog. En ga voor de 1000 likes. Ik weet daar 2000 likes misschien. Ik weet niet eens hoeveel deze video bekeken gaat worden. Het is een beetje spannend allemaal. Maar ik spreek jullie later. Glaasje wel. Dat is lief, lesbier. Doe je ding. En dan zie ik jullie in de volgende video. En dan moet ik schreeuwen voor mijn outro. Want jullie horen me al opkomen. Hey.